Het Korps Brandweer Suriname, KBS, en het Brandweer van Sint Maarten in Frans-Guyana hebben op vrijdag 10 mei 2019 te Albina een multidisciplinaire oefening uitgevoerd. Brandweermeester Alten Pinas van het KBS vertelt over het belang van deze training. In het kader van de wederzijdse betrekkingen met Brandweer Frans-Guyana en brandweer, het Korps Brandweer Suriname heeft men gedacht om een multidisciplinaire training te organiseren. Het Korps Brandweer Frans-Guyana heeft onlangs ons wat trainingen verzorgd op het gebied van het brandweertechnische en het medische. En men wil vandaag dus testen hoe het is gegaan met de trainingen, wat is opgenomen, hoe de boodschap is overgekomen en we hebben onthouden wat ons is overgebracht. Sowieso, dat is de bedoeling eigenlijk om het slachtoffer in dezelfde positie waarin is aangetroffen, of hem eigenlijk beter in een betere positie over te dragen aan de spoedeisende hulp. Bij deze training zijn betrokken het Korps Brandweer Suriname, het Korps Brandweer Frans-Guyana, met name Sint-Laurent, het Korps Militaire Politie, het Nationaal Leger. We hebben ook Marvina Hospitaal, RGD en de douane. Op het gebied van samenwerking hebben we door de jaren heen een heel goede band opgebouwd. En ook de kennisoverdracht die plaatsvindt tussen de beide korpsen. Nou, we hebben een goede samenwerking met Brandweer Frans-Guyana, zoals ik het zei. En met het Korps Brandweer Nederland, met name Haaglanden. En die hebben we momenteel op bezoek. Dat is de bedoeling, dat wij de trainingen verzorgen aan Frans-Guyana en zij hun trainingen ook aan ons. En er is een jaarkalender en er zijn meerdere trainingen op programma. Deze trainingen hebben deelgenomen ongeveer 40 man. Van het Korps Brandweer Frans-Guyana 25 man en van het Korps Brandweer Suriname 15 man. Het was een simulatieoefening waarbij twee voertuigen in botsing zijn gekomen. Er waren daarin 8 inzittenden. Allemaal waren gewond, waarbij 2 zwaar gewonden. De 2 zwaar gewonden zijn per ontboden ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. Dat in overleg met het Korps Brandweer Frans-Guyana. Verder waren er mensen bekneld in het voertuig. En beide korpsen hebben dan op hun beurt mensen uit het voertuig gehaald die bekneld waren.